ongelooflijk, hè? Wat een rust nu. En hoe hectisch is het straks hier? Ja, kan je niet meer voorstellen. Ja, het is nu maandag, dus precies over een week dan wordt het echt, is hier echt een compleet ander beeld. Komend Pinksterweekend worden er weer 100.000 racefanaten verwacht bij de familie racedagen in Zandvoort. En die komen allemaal natuurlijk maar voor één man. Zeker komen ze voor Max, maar als je van autosport houdt, ga je echt een waanzinnig weekend in Zandvoort beleven. Max, hoe is het om terug te zijn in Zandvoort? Ja, altijd leuk. Blijf een leuk circuit. Eerste rondje zit erop. Hoe voelde de auto? Allemaal prima. Wat voor eisen heeft Max en zijn team bijvoorbeeld? Nou ja, er moeten natuurlijk gewoon sowieso natuurlijk allerlei zaken regelen op het gebied van veiligheid, medische voorzieningen. Ja. En als Max even rust heeft, zijn er dan nog speciale eisen van hem en zijn team? Nou, geen speciale M&M's of wat dan ook. Nee hoor, wat dat betreft Max is een hele relaxe, leuke Hollandse jongen. Voordat het hier weer helemaal vol staat met files, wat adviseert u bezoekers? Ja, kijk, weet je, mensen uit de regio zou ik willen adviseren, wil je het echt vermijden, kom lekker met de fiets. Of kijk of je met openbaar vervoer kan komen. Ja, en mensen die met de auto komen, hou rekening mee dat je er wat langer over doet dan normaal gesproken. Max, wendt dit ooit? Ja, ik denk niet een kwestie van wennen is hoor. Is toch prima? Komt Verstappen nou een dagje eerder, neem ik aan dan toch? Hij zal zeker een dag eerder in Nederland zijn, maar hij is niet op Zandvoort hier op zaterdag al. Nee, maar hij is hier zondag en maandag is hij hier te zien. Ja. Maar wat als hij nou in de file staat hier naartoe straks? Ja, hij komt met de helikopter.